Welkom bij het Haagse TV-journaal van dinsdag 31 mei. Vandaag in het nieuws: promotieprijs Den Haag Marketing uitgereikt, bloemen na 9 jaar afgerekend, maar nu eerst rappen met een klassiek tintje. Onder de noemer Rap voor zijn raap maakten tientallen kinderen van het speciaal onderwijs een rap, onder begeleiding van professionals. Een bijzonder muzikaal project van het Korenhuis en Stinavo, waarbij kinderen op een unieke en creatieve manier in aanraking komen met verschillende muziekstijlen. En we willen aan die kinderen meegeven dat de muziek die zij kennen, de rapmuziek, vaak is dat natuurlijk niet het enige, maar dat onder andere, dat die vaak gebaseerd is op andere stijlen. En we willen ze dan stiekem dat meegeven, dat die hippe muziek waar zij liefst naar luistert, dat er heel vaak invloeden van andere stijlen bij zitten. En we willen ze door middel van bijvoorbeeld deze laatste presentatie ook laten zien dat dat ook live is. En dat ze dan de echte muziek die daar oorspronkelijk aan ten grondslag heeft gelegen, dat ze die ook meemaken en beleven en leren kennen. Het was heel interessant en we hebben zelf geleerd dat op klassiek muziek kan rappen. Hebben we geleerd van rap maken, hoe je alles samen kan stellen om er echt een rap van te maken. En ja, echt gewoon om samen te werken met z'n allen om de rap te maken. Ja, dat is eigenlijk. We hebben best wel veel geleerd en we ook ja, eigenlijk heel veel over. Wat ik hoorde van de leerkrachten is dat het ze heel enthousiast maakte, maar dat ze ook de leerkrachten ook bijvoorbeeld vonden dat zo goed als dat de kinderen op die manier met elkaar moesten samenwerken. Dat ze natuurlijk goed op elkaar moesten letten en elkaar moesten helpen en samen muziek maken. Maar ook dat het zo goed was voor hun taalontwikkeling. Dat ze, omdat ze moesten rappen, dat ze bezig waren met woorden en met zinnen en met ritme. En dat ze daar heel geconcentreerd en gefocust mee bezig waren. Kinderen op regulier basisonderwijs krijgen ook muzieklessen en proberen hun talent te ontplooien. En dat proberen we zeker voor deze kwetsbare groep in onze samenleving ook te realiseren. Hè? Want kan je misschien iets minder goed leren, kan je misschien hartstikke goed viool spelen. En dat proberen we eruit te krijgen. En dat is zo belangrijk. De jaarlijkse promotieprijs van Den Haag Marketing gaat dit jaar naar de organisatie van de Volvo Ocean Race. Het zeilevenement trok vorig jaar ruim 125.000 bezoekers en zette het imago van Den Haag op de kaart. Bovendien leverde het de Haagse economie ook nog eens 2,8 miljoen euro op. Omdat het ja, toch een enorm feest is ook geworden, ook voor Hagenaars. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Ontzettend veel bezoekers ook op dit terrein waar we nu ook staan bij het Zuiderstrandtheater. Ja, ik denk dat dat ook het gevoel van het Haagse en bijzondere evenement wel heel krachtig heeft gemaakt. Nou ja, het beeldje op zichzelf is mooi, maar ook de eervolle vermelding dat je die prijs krijgt is heel bijzonder. En er waren nog andere prijzen te verdelen. De gastvrijheidsprijs ging naar Van Kleef, de enige nog overgebleven jenever- en likeurdistillerij in Den Haag. De compleet vernieuwde Scheveningse Pier ging aan de haal met de aanmoedigingsprijs. In veel wijken zijn buurtinterventieteams actief. Zo'n team bestaat uit buurtbewoners die tijdens wandelingen door de wijk vervuiling en vernielingen signaleren. En dit rapporteert aan gemeentelijke instanties. 1 keer per jaar wordt er een wijkschouw gehouden. Een wijkschouw is 1 keer per jaar moeten we dit organiseren via de gemeente ook. Dat moet, anders krijgen we de subsidie niet. Dan nodigen wij allemaal instanties uit, zoals gemeente, groenvoorziening, woningbouwverenigingen, BBOZ, mensen die in de wijk de vuil en de rommel weghalen. En dan gaan we dus bepaalde punten die wij dus tegenkomen, die nog niet verholpen zijn, gaan wij dus met die mensen bespreken. In de hoop dat ze dan wel gedaan zijn om dan weer de wijk veiliger te maken. Voor het buurtinterventieteam is het wel belangrijk dat zij serieus worden genomen door de gemeente. De gemeente is wel heel meegaand. Er zijn sommige dingen wat dus, dat ze zeggen, ja jongens, dat gaat een beetje te ver. Maar we blijven toch wel zeuren. En dan bij puntje van paaltje komen ze toch wel tegemoet en dan gaan ze toch wel iets aanpassen. Niet alles wat wij willen, maar toch wel een hele hoop dingen. En dat is natuurlijk wel fijn. Tijdens de laatste wijkschouw werd er aandacht gevraagd voor een onduidelijke verkeerssituatie op de hoek van het Westeinde en de Lijnbaan. Bewoners willen dat de gemeente onderzoekt hoe de situaties voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt kan worden. Op de pastoorswaranden willen de omwonenden dat het plantsoen beter onderhouden wordt. En in het wijkpark werd erop gewezen dat de zogenaamde wildroosters overbodig zijn geworden sinds het park opgesteld is voor honden. De meelopende ambtenaren en handhavers maakten aantekeningen en bespraken de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. Na de wijkschouw werd er gerapporteerd aan de stadsdeeldirecteur Mark Prins,
Volgens hem is de inzet van de leden van het buurtinterventieteam belangrijk voor het Korte Bos. Nou, ik ben zeer tevreden dat een aantal bewoners met professionals naar buiten zijn gegaan om te kijken wat beter kan. We hebben een lijst van zeker 10 actiepunten volgens mij. Voor een deel als stadsdeel, voor een deel corporatie, maar voor een deel ook bewoners zelf die we aan kunnen pakken. Dus heel geslaagd. Hij vindt dat de buurtinterventieteams een succes zijn. Ja, we hebben er gelukkig bijna 50 in de stad. En dat is ook de reden dat ik hier ben. Ik koester ze ook. Ik vind het ook belangrijk dat ik luisterend door ben en dat er ook iets gebeurt met wat ze doen. Ja. Essentieel voor veel bewoners is natuurlijk het gevoel dat ze serieus worden genomen door de gemeente. Wat gebeurt hier? Ja, nou, het is niet zo dat zag je net in het overleg ook, het is niet zo dat ik Sinterklaas ben en alles kan toezeggen. We gaan heel reëel aankijken wat problemen zijn, wat we zelf op kunnen lossen en waar we soms ook van de buurt verwachten dat ze iets gaan doen. Maar dit staat of valt met dat het iets oplevert. Maandag 13 juni begint de gemeente met de herinrichting van de Lange Vijverberg en de Kneuterdijk. Het werk duurt tot eind oktober. Tot en met 13 juni vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Het werk begint aan de Lange Vijverberg met het vervangen van de huisaansluitingen van het riool en het vervangen van de tramsporen. Tegelijkertijd wordt de Lange Vijverberg heringericht. Het tramtraject op de Lange Vijverberg Korte Voorhout voldoet niet aan de eisen van de nieuwe trams. Dat is de reden dat het spoor en de perrons vervangen moeten worden. De tramhalte Lange Vijverberg wordt langer en breder en geschikt voor rolstoelgebruikers. De Haagse filmer Robert Jugen heeft met zijn natuurdocumentaire Live on the Rocks het Mima Medes Filmfestival in Spanje gewonnen. Duiker en filmer Jugen toont in de documentaire de natuur van de grillige kustlijn van de Costa Brava. De film geeft een unieke kijk op zowel het opvallende als het verscholen leven in het water van de Middellandse Zee bij Spanje. De onderwijsinstelling ROC Mondriaan krijgt 7,5 miljoen euro aan subsidies voor 2 nieuwe opleidingen. De eerste aanvraag betreft PECT. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de Haagse regio dat zich richt op cybersecurity. PECT moet ervoor zorgen dat de mbo-opleiding cybersecurity goed aansluit op de arbeidsmarkt. Ook moet de samenwerking tussen onderwijs en het werkveld zorgen voor innovatie. Het zijn zware tijden voor bloemist Ron van den Hogeband. Zijn bloemenzaak moet door de verbouwing van het winkelcentrum van het Willem Royaardsplein waarschijnlijk verdwijnen. Maar door de 25-jarige blondine, die na 19 jaar zoals afgesproken een bos bloemen kwam afrekenen, is hij even zijn zorgen vergeten. Alleen weet Ron niet wie deze mysterieuze dame is. Het is zoek, ja. In al die emotie. Ik heb met haar gesproken, het was best wel druk. Maar omdat je verrast bent, vergeet je dus een aantal dingen. Ron wil vertellen wat het voor hem betekent dat ze na 19 jaar het bloemetje zoals afgesproken is komen betalen. Ik wil heel graag dat zij weet hoe belangrijk haar timing is geweest. Dat 19 jaar lang wachten en dan zo'n timing hebben op het moment dat het echt het water je hier staat, weet je wat. En dan zo'n timing hebben, 19 jaar wachten en op dat moment komen, dat is perfect. Volgens zoon Kevin is zijn vader zijn zorgen nu even vergeten. En dat raakt hem. Mij toch ook, weet je. Je ziet toch je vader vechten voor zijn ding. En dan komt zo iemand binnen, ja, dat is prachtig. Voor het eerst echt gewoon, ja, niet alleen goed nieuws, maar natuurlijk onwijs bijzonder nieuws. Ja, de tranen staan in je ogen. Ja, elke keer weer. Ja. Het is gewoon prachtig, weet je. Hier ziet je vader even opbloeien. Gewoon even leuk nieuws, dan alleen maar slecht nieuws en niet weten wat je toekomst te doen staat. Ja. Dat is gewoon mooi. En dan gaat de telefoon. Het is de dame van de bloemen, die met Ron wil spreken, maar verder anoniem wil blijven. X, ga ik zeggen, voor de camera. Madam X, ik ga jou binnenkort even bellen, want ik moet even babbelen met je. Goed? Dankjewel. Oké, doei. Je bent gelukkig. Ik ben hartstikke blij dat ik het heb gevonden. Echt super blij dat ik het heb gevonden. Ze heeft gemerkt, ik heb gehoord en gemerkt dat je heel erg naar me op zoek bent, want het is overal te lezen, te horen. En blij dat ze gebeld heeft. En dan het weer. Morgen zijn er overdag perioden met zon. In de loop van de middag ontstaan er buien, mogelijk met onweer. De middagtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Donderdag komen buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 21 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Morgen is de ondertekening van de samenwerking tussen UNICEF Nederland en de gemeente om de komende 5 jaar samen te werken aan de rechten van het kind. En Harry Jekkers en Jeroen van Merwijk staan morgen in het AFAS Circus Theater met de voorstelling Als we zo vrij mogen zijn. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV.
Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.